Ik heb me laten vertellen dat deze rechter super streng is. Dus dat is slecht nieuws. En het is mijn eerste zaak. All right. Laat maar zitten. Dank u wel. En gelachbare? Echt zitten. Niet als een half boven je stoel hangen. Echt zitten. Dank u wel. Dank u wel, het lachbare. Order! Order! Zitten! Zitten. Oké. Okay. Ik heb allereerst een vraag, want ik heb het dossier ingekeken. Mm-hmm. Hoe is het gebeurd? Het gebeurde op de fiets op weg naar school. Mijn cliënt bracht zijn twee kinderen naar school. En in die tijd is het gebeurd? In die tijd zou het gebeurd zijn. Hoe? Nou, met een grote snelheid. Het is, toch pak een beet met mijn cliënt kan fietsen. Ik denk, mallen. 60, 70 kilometer, 64 kilometer per uur. Laat uw cliënt zelf antwoorden. Wie waren er allemaal bij? Ga even zitten, hè? Mijn twee kinderen. Okay. Ja? Jij kan staan nu. Mijn moeder? Ja. Die werd emotioneel. Dat begrijp ik. Ik begrijp dat. Ja. Ja. Maar het was wel even een goed familiemoment. Het bracht ons dichter bij elkaar. Hoe gaat het nu verder? Straks. Als het eenmaal zo ver is. Nou. Dan wordt het een vieze kliederboel natuurlijk, edelachtbare. Dat denk ik wel, ja. Daar hoeven we geen doekjes om te winden. Nee. Nee. Dat gaat hier wel tot aan de enkels in de rechtszaal staan. Ja, want straks is natuurlijk... Hoe zeg ik dat nou? Ja, precies. Precies. Mijn cliënt heeft er niet voor gekozen om zwanger te zijn. Dat weet ik. Dat weet ik. Toch? Dat ja. Weet ik. Daar gaat het ook even helemaal niet om. Nee, maar om geboorte. Ja, geboorte. Maar voor de geboorte is er altijd een moment dat je... Bevrucht wordt. Nou, aha! Wel gedaan! Nee! Dat wil zeggen, ja, maar niet expres. Per ongeluk bevrucht. Ongeluk bevrucht. Hoe lang kent u het slachtoffer al? Als ik daar antwoord op mag geven? Zeker. Ik wist niet waar je mond was. Mijn cliënt heeft het slachtoffer alleen de hand geschud. Dan vraag ik mij af hoe het slachtoffer... Tuurlijk, het is een potent man. Potent. En hij is gek op woordspelingen. Dat, dank u. Eigenlijk is dit het tweede grote onrecht dat dit slachtoffer wordt aangedaan. Als ik terugga naar 2003... Ja? Hé, hey, dat ben ik. Nee. Oh, god. De cliënt. Ja. En dit is het slachtoffer. Oh, mijn god. Je helpt die eigenlijk net zo hard als... Als jongstleden dinsdag. Precies, ja. Morgen. Wat heftig. Zeker. 2003, zei u? Ja, exact dat. Oh, wat gebeurt er allemaal in 2003? Mag ik mijn bril? Graag gedaan. Ja, nu herken ik je weer. Ja, uit 2003. Wat mijn cliënt, ook wel meneer Cactus. Tenminste, nou, zo... Ja, nou, hij gaat op dezelfde manier met zijn geld om. Ja, precies. En er zit vaak cactus. Mijn cliënt heeft iemand bevrucht. Ja. Neemt daar bijna alle verantwoordelijkheid voor. Ja. Absoluut. Eigenlijk nauwelijks. Maar wie is uw cliënt en wie heeft die bevrucht? Mijn cliënt, de heer Lohman, heeft per ongeluk, mind you, edelachtbare... Op de fiets met zijn kinderen. Op de fiets, waar zijn kinderen en zijn moeder bij waren. Dus zeg niet dat het geen familiemens is. Heeft hij iemand bevrucht die in 2003 echt midden in de schijnwerper stond. Maar tweede werd... Bij een groot sport... Event. Een programma dat... Nou, wat je ook... Ah! De advocaat, we weten het al lang natuurlijk. Zeker. Tuurlijk. Wij hoeven... U hoeft ons niet te vertellen dat de heer Lohman Jim Bakkum zwanger heeft gemaakt. Ja. Wat wij willen is een goede omgangsregeling.